Puzzels oplossen is vermoeiend, man. Iemand geeft me een watertje. Oeh, half kubus. Ik ga gewoon meteen door. We gaan die hele fucking doos leegmaken. Ik heb nog 10 hintmuntjes, we kunnen een keer de fout ingaan. Hieronder zie je 4 helften van 4 verschillende vormen. 3 van de helften zijn zo geschapen. Geschapen! Als ik aan geschapen denk aan piemels. Dat is een hele kubusvorm als je met 1zelfde helft worden samengevoegd. Dit geldt echter niet voor het 4e stuk. Welk van deze helften vormt geen kubus als hij met een identieke helft wordt gecombineerd? Laten we gewoon even heel logisch beginnen. Dit is eigenlijk gewoon ruimtelijk inzicht. Als je A pakt... Oh fuck, ik heb een bloedneus. Jezus, Jezus, Jezus. Echt heel hard ook. Ik ga dood, help, doei. Oh shit. Ah. Jezus, ik ben echt in tijden tijdens een bloedneus niet zoveel bloed verloren. Jezus, ik ben een keer lekker bezig met puzzels oplossen. Heeft mijn brein zoiets van gast. Je maakt overuren. Oh, het is oprecht ook. Ik heb best wel vaak bloedneuzen. En dat kan. Alleen, ik ben een beetje bang dat ik, zeg maar, dus binnenkort een keer dood ga in mijn slaap. Oprecht. Ik ben hier oprecht bang voor, want... Ik krijg gewoon bloedneuzen alsof het niks is. Oh, fuck, ik word er helemaal warm. Het is helemaal door te lopen. Ja. Oké, okay, in ieder geval gebleven. Bij alles zit onder het bloed, er maakt toch niet meer uit. Kubus A, als je die omdraait, dan ga je ook in zichzelf klikken. Kubus B, ook... kubus D kun je ook gewoon omdraaien in zichzelf klikken. Die zijn allemaal heel lang in te spiegelen. Dus ik ga er vanuit dat het antwoord C is. Ik krijg met mijn bloede vinger. Antwoord C. Ik weet niet of het antwoord C is, maar die andere kan je sowieso wel doen. Dus... Dit zou het antwoord moeten zijn. Hey! Woe! De heer kraakt elke puzzel. Ik ga even een dokter bellen. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Professor Leed en het verloren doos. Ah, doe een duimpje omhoog als je ook wel eens doodgaat. Nou ja, voor het kijken. Doei!